Amsterdam, 28 januari 1983. Zo begin ik dit onderwerp altijd en Henk wordt er dan zogenaamd altijd boos om. Vandaag kon het wel eens echt gebeuren. Hier aan de overkant van het stadionplein pik ik hem altijd op als we samen naar Hilversum rijden. Ik heb vandaag een camera meegenomen en die zit verborgen in dit busje. Straks stuur ik dan een paar lastige voorbijgangers op hem af en die moeten het hem vreselijk moeilijk maken. Henk weet echt nergens van, hij kan elk moment komen. Dan volgt nu de eerste aflevering van Pisa Pisa. Dit is Gerrit en hij heeft de opdracht een beetje handtastelijk te worden. Wil je Henk Spaan? Ja. Henk Spaan? Ja. Godverdomme. Ik zit in die kroegen zitten ze altijd te zeuren over jouw programma. Wat duurt dat lang voordat die meid ons een beetje aangekleed is? Ja. Hé? Vlaardingen aan. Uitkering halen. Ja. Die kant op en ergens linksaf. Ja. Maar voel je niet lekker? Wilt u niet aankomen? Nou, sorry hoor, maar er wordt altijd gezeurd over die scène in die auto. Van wat duurt dat lang? Ja. Wanneer krijgen ze nou eens een keer wel lekker een beetje seks te zien? Hè? Tegenover die stomme wijven. Ja, dat vinden ze wel leuk. Ja, maar hoe loopt dat nou af? Het klinkt misschien heel onbeleefd, maar wil je niet steeds aan mijn arm pikken? Dus een heleboel maten van mij zou dat graag willen doen. Waar ga je naar naartoe? Ik sta te wachten op mijn collega. Oh, sorry. Zal ik even blijven ouwehoeren? Beetje gezellig. Ja, vind je gezellig? Ja, natuurlijk. Maar je bent niet zo'n prater als op de tv, vind ik. Nee, maar het klinkt misschien gek, maar ik heb een ontzettende hekel als mensen aan me zitten. En wat maakt het dan uit, joh? Ja? Wil je niet aankomen, alsjeblieft? Nou, sorry, ik ben enthousiast. Ik ben een fan van je, dan mag je toch wel even gezellig doen. Dat kan ik niet tegen. Je hebt van die mensen die kunnen niet tegen aanraken, daar ben ik er één van. Nou ja, sorry hoor, dus Amsterdamse enthousiasme. Oh? Is er zo weinig dat gehouden, Sonja Baard is ook niks aan. Gewoon een beetje seks erin, een beetje hops en flops. Gezellig, hé. Hey, vind je het erg om een beetje op te rotten? Hij wil maken het uit. Kom op, hey. Nou, zo de biet erop. Beetje gezellig. Godverdomme, rot op, zeiken. Nou, okay. Oké. En deze twee meisjes moeten zich zo feministisch mogelijk uiten. Daar kan hij helemaal niet tegen. Henkie Pisa. Ja, zie je, van het vieze programma. Een beetje rare. Altijd die vrouwen bloot, hè? Wat is dat nou? Of ze nou peervormig of appelvormig zijn. Wat een onzin om op vormen te gaan zitten. Zullen we die zo over die vormen van jou gaan hebben? Het zou wel zo'n vorm zijn of zoiets. Wat voor vorm? Hè? Wat is dat nou voor onzin? Wat voor vorm? Ja, een beetje zitten lachen. Volgens mij ben je hartstikke gefrustreerd ook. Ja? Ja, echt. En weet je waarom? Omdat ze alleen maar die kijkcijfers omhoog willen hebben. Zullen we even pesten? Zullen we even gefrustreerd mannetje? Ja. Nou, loopt u weg. Dit moeten we even goed aanpakken. Hey, wat ga je zelf met je zootje bloot voor die tv staan? Nee, doe je dat zelf? Doe je dat zelf? Rot op, je god. Daar is er niet over, zeg. Achterlijke... Zullen we jou eens even in je blootje zetten, hè? Ja, kom op. We zetten nu in je blootje. Kolenbieten. Kom op, jij gaat alweer een broodje. We zullen jou eens te kijk zetten. Rot je op of niet? Nee, we pijzen niet over om op te rotten. Waarom zou je toch altijd tegen die dames, hè, in die auto's? Of op het strand? Wat is nou voor onzin? Hier heb je die andere van het programma. Hij is ook verantwoordelijk. Hij moet ook gepakt worden. Hij moet ook gepakt worden. Ja. Kom, we zullen ze zelf eens bloot gaan. Hey, ho. Nee, wacht even. Het is allemaal doorgestoken. Oh, lul! Henk! Hey! Henk, daar! Kijk dan! Verborgen camera! Ha! Ik had een vreselijk tuk, hè? Nou, ik had hem toch vreselijk tuk, of niet dan? Wat zouden jullie nou zeggen, hè? Tegen iemand, een volwassene notabene, die andere volwassenen op een dergelijke kinderachtige manier in de maling probeert te nemen? Op je hoes!